Dit is manier 1. Dit is manier 2. Oh, hoort dat? Nee joh. Nee. Ja, hij heeft weer lopen wippen op die stoel, hè? Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren. En super tof. Oh, jezus, ik ben echt net wakker. Wow. Van de buurvrouw. Jeetje, Mina. Van Milans vriendin. Van Elise. Wauw, dit is wel echt super lief. Ja, echt cute, hè? Jeetje, Mina. Echt super lief. Gewoon een koningsontbijt. Echt een koningsontbijt, ja. Goedemorgen, dames en heren. Super tof dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Krul. Ik ben Marvin. Oei, oei, het is 8:30 in de morning. Oh, zo, dat is echt super lief van Elisabeth. Ja. De koffie is voor jou en de rest is van Elisabeth. En de mandarijntjes van mij. En de mandarijntjes. Ik dacht oranje, nog meer oranje. Het is vandaag Koningsdag. Ja. Dus we hebben lekkere soesjes en mandarijntjes in het oranje. En tompoes was er ook bij gedaan, maar ik dacht, ik denk niet dat je zin hebt om nu tompoes te eten. Oh, nog niet, nee, maar nee, vanmiddag wel lekker. Ja, dat gaan we straks eten. En croissant. Croissant, super lief. Zo beginnen wij de ochtend. Oh, lekker hoor. Jeetje, wat een rust, hè. Wat een rust. Heerlijk. Ongelooflijk. Ik kan jullie een nieuwe update geven over de tuin. En dat zien jullie waarschijnlijk ook wel nu op de achtergrond. Er zijn paaltjes in de tuin geslagen met lintjes. En dat geeft een beetje het beeld van hoe de tuin eruit komt te zien. Misschien een beetje chaotisch, maar als ik deze neerzet, dan ga ik jullie even een klein beetje proberen in te laten beelden. Drink trouwens genoeg water. Ik heb dat de afgelopen dagen echt veel te weinig gedaan. En dat moeten we niet vergeten. Water drinken. Genoeg. Wat is genoeg water? Dat is voor iedereen anders. We zien hier de studio. Die dus over een weekje wordt opgepakt en wordt afgemaakt. Met de kozijnen en supergroot raam. Kozijn, supergroot raam. Ze wordt echt super gaaf. En dus die hexagons qua verlichting. En de binnenkant wordt afgemaakt, buitenkant. Ja, echt super nice. Maar hier zie je dus paaltjes op deze manier. En dit wordt zeg maar een bosje. Ik noem het gewoon even bosje, oké? Het heeft een andere benaming, de planten die komen. Maar hier komt zeg maar een bosje. Ja? En dan hier tussen komt een looppad met tegels, met grind. En dat pad gaat hier naartoe en hier komt een terras. Dus wat hier is afgebakend is zeg maar het terras. Dus ik zal jullie eventjes meenemen naar de hoek hier. Kijk, wat je hier zo ziet, dit wordt ook allemaal tegels. Het worden allemaal tegels. Van daar aan de zijkant naar hier. En dit worden ook allemaal tegels, zodat we hier een lounge set kunnen neerzetten of een picknicktafel. Maar in ieder geval kunnen chillen. Dan komt hier, maar dat is nog niet uitgewerkt verder, maar hier komt zo een paadje daarheen. En dan gaan we waarschijnlijk een soort van zitkel met open haartje-achtig iets maken. Maar dat komt later. Voor nu hou ik het wel eventjes hier. Want dit wordt dus ook nog tegel, zeg maar. Hier ook nog. En hier om mijn studio heen, dat kan je ook zien. En dit is wel heel erg tof, want hier komt dus ook een bosje of een plant. Hier zo. En dan hier om de studio heen komt allemaal grind. En ook hier komt allemaal grind. Zo, hier langs. Hier aan de achterkant van de studio zie je dat ook. Hier komt ook gewoon grind. Dus precies wat je zo ziet. Hoppakee. En hier bij de studio komt ook weer een bosje. Dus ja, dan krijgt het wel echt een hele mooie sfeer van bosjes en planten. En dit wordt dan misschien ook een plantenbak of zo. En dan komen olijfbomen in. Of in ieder geval iets van groen, iets van planten. En voor de mensen die nu echt denken van, gast, wat zeg je nou allemaal? Je zegt alleen maar gewoon planten, bosjes en grind en hier en daar. Hé, hey, huh? Ze ligt de rolmaat buiten. Wat? Oké, nice om te hebben. Die leg ik even binnen. Maar voor de mensen die het niet helemaal kunnen volgen, maak je niet druk. Er komt een 3D-render aan van de tuin. Dus dan kan ik jullie meenemen en dat allemaal laten zien. Ik heb zelf namelijk ook wel eens moeite met het inschatten van hoe het eruit komt te zien. Dat had ik ook heel erg met de woning, met de aanbouw. Maar met die 3D-render ga je echt zoiets hebben van wow, dit is echt zo super nice. En het is altijd vet om iets te zien. En dat je gewoon eigenlijk niet kan geloven dat dat het wordt en dat het uiteindelijk wel zo is. Dat heb ik dus ook heel erg met de woning en met de studio. Dus ja, dat is weer even een nieuwe update voor jullie. Het is vandaag Koningsdag, dus vandaag komt verder niemand te werken. Mensen zijn vrij, lekker feest aan het vieren of wat je ook doet op Koningsdag. Wij gaan vandaag leuk spelletje doen. We krijgen visite over de vloer. Maar eerst ga ik even lekker naar de studio. We gaan deze even opengooien. Heerlijk. A few moments later. Zo, ik ben ontsnapt uit de studio. We hebben namelijk visite, dus het is tijd om even gezellig te gaan doen met de rest. Even kijken of de buurvrouw open doet.
Ja hoor, de buurvrouw. Ja, zegt u maar. Hallo, ik wil graag naar binnen bij mijn eigen huis. Nou, heb je nou expres mijn oranje broek aangedaan? En we zijn er nog zo niet in oranje. Nee. Voor de rest. Damn, heb je ook iets van oranje aan, of niet? Nee, niet echt. Nee. Nee. Als goed? Ik dacht wel dat dit oranje was. Je ziet er wel goed uit, man. Thanks, bro. Ja. Jij ziet er ook goed. Jij ziet er ook goed uit. Ik dacht dat het een beetje oranje was. Dank je. Nice. Oké, we gaan lekker tompoesje eten. Yes. Heerlijk. Echt heel erg nice. Oef. Daar heb ik wel zin in. Lekker hoor. Maar dan is een koffietje aan het maken. Kun jij ook koffie? Nee hoor, dankjewel. Maar wel lekker tompoesje. Oef. Zet maar neer, ik denk. Ja, die ga ik wel even... Oh ja, vorkjes wel handig. Ja, die ga ik wel even meenemen. Komt ie hoor, met links. Oeh, even opnieuw. Oh mijn god. Dat was niet de bedoeling. Dit was de bedoeling. Ah, oh, kom op man. Ja, dankjewel. Dit is manier 1. Dit is manier 2. Dit is manier 3. Er wordt allemaal op een andere manier hier tompoes gegeten. Als jij nu in één keer zo'n hap neemt, heb jij manier 4. Ja, ik doe manier 4. Dat is gewoon denk ik de meest illegale. Oh, hey. Ja, dankjewel. Gewest zo. Kan wel gewoon. We gaan nu een spelletje spelen. En ik kan heel eerlijk zeggen dat Elisabeth en ik meer hebben gekeken dan dingen in elkaar hebben gezet. Vooral Myron en Milan die hebben dingetjes in elkaar gezet. Die zijn even wezen puzzelen met het spelletje Hotel. En ik weet niet of jullie dit nog kennen. Nou, wij dus wel. Maar de spelregels, daar moeten we nog wel even weer een keertje doornemen. Want het is lang geleden. Maar Hotel, ja, een soort van Monopoly. Je moet allemaal van die huisjes proberen te winnen voor jezelf. En dan heb je geld en bouwdagen en dat soort dingetjes. Je hebt een dobbelsteen. Milan gaat nu even kijken hoeveel geld je moet uitdelen. Maar we zitten prutsen met een rietje. Een startkapitaal van $12,000. Oké. Okay. Dat is wel wat. Nee. Ook echt weer dat je met papier door plastic heen moet. Ik snap het niet. Ik ook niet. Ik heb nog geen één keer zo'n pakje gepakt en dat die in één keer goed gaat. Ik zat in een auto laatst, toen had ik mijn hele broek ronden. Domme. Echt naar. Maar hij zit erin hoor. Mooi. Nou goed, gaan we even spelletje Hotel spelen. Ik ben heel erg benieuwd. Zo'n mooie biljetjes hoor. Lijkt een beetje op Zwitserland met geld. Mag ik 2 hebben? Dankjewel. Gooi maar Elisabeth. 4. 5! Mag je eentje verder? Oh, dan kom je op dit! Ik ben geel, want ik ben groen. Dan kom je op dit! Wat is dat? 4, 5. Oh, dat ik een rode loper krijg. Wat is dat? Gratis toegang. Als je op dit veld komt, mag je gratis een ingangstoken plaatsen naar een van de terreinen waar je al een gebouw op staat. Oh. Er staat nog wel nergens in. Nee. Oh, daar heb je niks aan. Oh, ja. Maar hey, hoe fijn is het als je gratis toegang hebt? Ja. Waar zou jij in je leven gratis toegang tot willen hebben? Wat? Nee. Tot Milans hart. Tot waar ik graag... Wat vind ik eigenlijk duur of zo? Pannenkoekrestaurant. Nee, ik vind de dierentuin al duur. Ja? Maar de dierentuin. Echt? Apul. Nee, ik weet niks. Waarom? Je zegt altijd zoveel. Gratis toegang. Waar, ja, gewoon in misschien een land. Dat kan ook, hè. Dan kun je er gratis heen vliegen. Gratis toegang. Legoland. Dat... Nah. Legoland, hoe? Dat is het duurst. Ja. Een land, daar kun je er naartoe. Legoland, Flevoland. Ik kom naar Disneyland. Maar Legoland moet je toch betalen. Neverland, oké. Okay. Nou goed, oké, okay. We gaan weer verder. 3 of 4. Ja! 1, 2, 3. En ik krijg 2000. En net buiten de camera zei je rond nog niet zo schreeuwen, schat. Nee, en toen zei je, nee, doe ik niet. Sorry, 3. Wat doe je nu wel? Dit was een stemverreffen. Schreeuwen doet hij zo. Ja, inderdaad. Dat was nog niet zo hard. Kijk wat ik met 3 soetjes kan. Yo, sick. Niet zo lekker, hè? Waar ben je op geland? Wacht. Dit is echt een trucje, moet nog komen, schat. Oh. Ja, hij wil hem in zijn mond hebben, ja. Hey, hallo, zoek hem niet erop, joh. Sorry, die eet ik straks altijd 3 op, oké? Okay? Oh, je mag 2000. Dankjewel. Kijk, ik krijg 2000 van Milan. Nee, dat mag. En nu mag ik kiezen, wat ga ik kopen? Wat is dit? Dit gebouwtje. Die heb jij, Elisabeth. Een energie... Oh, nee, dat is die... B9 is dat. Is dat niet dit? Kijk, dit is een centrale. Loods of zo. Wat doet dat?
dit gebouwtje. Dat is een keyboard. Dat is een hangar, denk ik. Een hangar? Nee, hebben we niet. We vechten. Zit er niet tussen. Oh, die moeten we dan even opzoeken. Het is lang geleden dat we dit gespeeld hebben. Dat is lang geleden. Ja, houd je ogen open, staat hierbij. Het is aan jou om goed op te letten tijdens het spel. Ja, soesje. Ik vind dat zo hard. Oh, hoort dat? Nee joh. Nee. Nee. Huh? Hè, wat is... Ja, hij heeft weer lopen wippen op die fucking stoel, hè? Hoezo heet ik nou weer? Ja, jij bent de enige die zo debiel op die stoelen zit altijd. Een laapstoel. Waarom dit? Ja, omdat jij al achterover hangt met die stoelgast. Jawel. Nee, helemaal. Hoe is dit gekomen dan? Jij zit me in de kaart, dacht ik. Jongen, jij zit altijd op de achterste poten. Huh? Ja, je hebt op die achterste poten. Oh nee. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, schat? Ja. Geef me toe dat je altijd op die achterste poten zit. Nee, ik ben gewoon zwaarder dan Elise. Nee, sowieso. Hij is gewoon helemaal gebogen. Hij is gewoon... Ja, maar dat is materiaal. Nee, je hoort niet op je achterste poten te zitten, gast. Je leert toch gewoon om niet te wippen. Wij hebben expres deze stoel. Niet. Jawel, je wipt altijd. Nee, ik wip helemaal niet. Ja, kijk dan. Nee. Ja, dit is een lounge stoel voor buiten. Maar ik heb niet gewipt. Schat. Nee. Ik heb niet gewipt. Dat is echt zo. Nee, ik vind het niet leuk. Jij wordt boos op mij, maar ik doe helemaal niet wippen. Zakte die gewoon in één keer achterover? Ja. Ja, nou ik dacht... Nee. Ik dacht ineens echt, wat is hij ineens kleiner? Toen keek ik naar mijn stoel. Dat had ik dus ook. Dat had ik ook. Ik dacht ook, wat word ik in één keer? Ja. Ja, ik denk dat ze schat, je moet me geloven. Ik zie echt niks. Nee, echt. Dit had ik ook altijd in de klas. Toen zei ik ook, meester, ik heb niks gedaan. En dan wou ik niet zeggen wie het wel deed, maar ik was het niet. Ik was het ook niet. Nee, iemand anders die hierop zat. Ik maar je was het hoorde niet. Wel een knak. Ik hoorde geen knak. Jawel, Mila zei, was het een sushi die viel? Ja, dat zei hij. Ja, maar ik deed helemaal niks. Nee, ik zat gewoon op de stoel. Ja. Ja, ik hoorde eens... Hij knakte gewoon. Ja, omdat je stoel, echt. Oké, we gaan nu even terugkijken. Ik zweer. Nou, dit is niet leuk. Nee, dat vind ik ook niet leuk. Maar dit is wel als de kinderen van Pim komen. Ja, leuk. Hun is dat geven. Nee, kijk wat ik doe, kijk. Nee, ja. Zo hoort het, ja. Zie je? Maar dit gaat gewoon... Ja, dat is gewoon geknapt. Dan kan ik... Let maar op straks. Nee, maar probeer nu eens wat jij dus altijd doet. En achter op je achterste poten, dat is gebeurd. Dat doe ik niet! Dat doe ik echt niet. Probeer het nu eens dan, op die achterste... Dat kan niet. Kijk, dit doe ik helemaal niet. Kijk hoe ver ik daarvoor naar achter moet. Dat doe ik niet. Hij gaat nu alweer eens. Nee, weet je wat ik... Nee, ik deed dit. Kijk, weet je wat ik doe? Kijk, let op. Ik ga zo en wat ik dan doe is dit. Kijk, en dan ga ik zo en dan zit ik gewoon zo. Oh ja. Dat deed ik. En toen in één keer ging je naar achter. Ja, en toen ik zo omhoog en toen dacht ik... Ik geloof je wel hoor, maar geef toe dat jij normaal gesproken als het even kan op je achterste poten zit. Ja, maar dat kan dus niet. Dus dan is het wel logisch dat ik dat dacht. Ja, dat snap ik. Maar ja, dat is dus het probleem, weet je. Je doet het altijd en doe je het een keer niet... Nee, maar geloof het niet, man. Wij hebben deze stoelen toen ook expres uitgekozen, zodat je niet op die... kon wippen. Ja. Ja, dat doe ik ook niet. Oké. Okay. Nou, gaan we weer verder? Ja, is goed. Wie was aan de beurt? Wat is het gebouw nou? Oh ja. Nou, weet niks. Ja, dat ben ik nog steeds aan het zoeken, maar ik had echt geen tijd, want ik lag al slapen lachen. Oh, sorry. Nou, zou ik dan een trucje afmaken? Daar kwam het door, omdat ik naar achter ging omdat ik het wilde vangen. Oh. Dan begin je eens hoger te praten ook. Oh, godverdamme, het hele spel, goor. Ja, dat klonk wel anders dan gelijk. Helemaal niet. Kijk, weet je wat ik ook kan doen? Dan denk je, oh nee, niet de dobbelsteen. Dat doe ik ook niet. Oh nee, niet de dobbelsteen, Enzo. Dat is niet goed. Ja, daar komt hij. Oh nee, doe het niet. Oh. Ja. Ah, oké, we gaan verder. Hallo? Hey! Huh, hoe wisten jullie dat? Ze zitten aan elkaar raam, hè? Echt? Oh, alles goed? Ja. Maar ik zag het via die spiegel in die kamer. Ja. Oh, echt?
Ja. Oh ja, inderdaad. Wow, ik heb mezelf verklapt. Ik zag... Oké, er zit daar een spiegel. En ja, daar zitten gewoon ramen. Welkom, alles oké? Ja, goed. Nice. Nou, we zijn een lekker spelletje aan het doen en ik heb een nieuwe stoel. Oh. Wie wil als eerst zitten? Deze is wel gaaf, ja. Hallo. Ja. Hey. Wil jij als eerst zitten, Dom? Ja, laat mij mijn huis vast. Gaan we even zitten. Dit is wel gaaf, ja. Oh ja. Dit is nice, hè? Dit zit lekker. Leunen naar achter, helemaal top. Oh my god, dames en heren, we zijn klaar met hotel. Myron en Joël, die lagen er als eerste uit. Anderhalf uur verder. Toen Elisabeth, en we zijn nu inderdaad anderhalf uur verder. En Milan en ik, die hadden dan heel het bord bijna volgebouwd. En uiteindelijk heb ik gewonnen. Oh my god. Ongelooflijk. Ik had Drakenstad hier, ik had Frozen en ik had uiteindelijk het midden. Dus ja, ik had echt gewoon, als je hier stond zeg maar, hier begon het. Deze hele rij had ik. Helemaal tot hier. En had ik die. En hier nog eentje en toen die weer. Oh my god. Je kon bijna geen stap zetten of je moest betalen. Dat was een leuke match. Ja, dit was echt geniaal. Dit was nice. Ja, ik vond het ook nice om naar te kijken. Het duurde 7,5 uur. Dat is een korte pot. Ja, we gaan nu 30 seconds doen met z'n allen. Dus dat wordt wel even actief en waarschijnlijk heel veel schreeuwen. Ja? Schatje, wie heb jij in het team? Elisabeth en Joelle. Oké. Okay. Ik heb focus. Nou, let's go. En focus. Klaar. Dit is niet regen, niet sneeuw, sneeuw ijzel. Maar nee, er kan je niks zien. Mist. Ja, dit is de zoon van de koning. De zoon van de koning? Oh, een prins, ja. Dit is van die gekke mensen die op buiten zo aan het... Demonstreren. Van die stokken zijn ze dan zo aan het bewegen. Capoeira's, nee, samurai. Nee, met van die stokken gaan ze zo heel gek lopen. Oh, fuck it. Nordic walking. Oh, met die stokken zo gek. Nordic walking. Mark Chabot. Die ken ik niet. Dat ken ik ook niet. Ja, dat is een bekende Nederland. Ik ken hem. Ik weet het niet. Hij is een neef van mij. Ja. Hij weet het ook. Hij wil gewoon. Ik heb een goede antwoord gegeven. Je zegt niks. Je zit de hele tijd. Je zit zo. Ik heb een goede antwoord gegeven. Ze zijn gewoon te knikken. Ze zijn mis. Ik zei mis. Dat zei jij ook. Wat gebeurt hier? Oh, super, jongens. Holy shit, wie is? Heeft iemand popcorn? Dan are you ready? Oké, kom. Komt ie, hè? Jij moet rijden, jullie zijn niet stil. Ik hoor alleen maar meer lawaai als ik stoe. Dit is echt een docent, weet je wel. Heel vervelend. Ja. Ik ben het laatste man. Niet dun, maar dik. Dik. Ja, je vindt het buiten aan een boom. Daar zit een eikel. Niet een tak, maar het is van. Schors, hout. Ja. Ah. En dan zeg je de, het. Een houten. Ja, en dan die na elkaar. Een dik houten. Maakt niet uit. Houten dik. Dus een voetballer, die heb ik in de podcast gehad. En die van de meiden. Ja. Hier hebben wij gewoond naast Kijkduin. Houtwijk. Nee, hoe heet die? Den Haag. Stad? Ja. Niet zwart, maar wit. En je drinkt met alcohol. Sneeuwwitje. Oh, jij zegt helemaal niks, hè? Je zit op Joël te halen. Wow, yo. Ik heb alleen maar... Ik ben nog nooit in Den Haag geweest. Dat weet ik toch niet? Het was Den Haag was goed. Van dik hout. Ja, zoiets zei ik. Je hebt een zanger gezegd. Is hij zanger? Ja. Is een neef van jou. Ze zijn... Ja, ze kennen ze van mij. Hier aan de... Nee, dat is niet... Compleet. Hier aan de kust. Ik van dik hout, is wel, die hebben wel goede pokoes, maar ik weet ik heb er geen eten. Nee, maar het is echt goede shit. Ik heb serieus. Oké, en wat had je nog meer? En die andere... Wat kan je drinken wat wit is? Ja. Passoa. Wit bier. Wit bier. Sneeuwwitje is dan wel goed. Ja, wit bier. Sneeuwwitje is ook wit. Ja, ik dacht kokosmelk. Den Haag en een van de meiden was goed. Kokosmelk. Ja, wist ik veel gast. Oké, wie is nu? Oeh, die is goed hoor, Elisabeth. Let maar op. Nee, dat... Elisabeth is zo'n vaar. Komt-ie. Vaarballen. Ja. Een niet KPN, maar een andere telefoon. Vodafone. Ja, ja. Hoe heet die hele kleine danser? Zo'n een uit Amerika. Denkert. Ja. Je hebt Carlo, en dat was zo'n bekende... Irene? Eerder van, nee, maar de broer van hem. En dan de hele naam. Ja. En een donkere Amerikaanse acteur die in heel veel films... Will Smith. Ja. Anders. Wow. Hey, dit is mijn chick, hè? Goed dat je wat zei. Goed, wajo. Lekker. Wajo.
Nee, heel sick. Jullie hebben goed gedaan. Jullie hebben... Zo, 4 van de 4. Ja, dat is een raar goed hoor. Wie is nu? In het hele spel wat gezegd, schat. Hé, hey, dat ben ik. Hey, zal ik jou eens even filmen? Kijk, daar komt hij aan. Kijk je mee? Nee. Ja. Ja, weet ik al. Ja, ik keek nog mee, joh. Ja, ik was even in de war. Oké, je hebt in... Bro, we hebben 30 seconden. Dit is zo kut. Slaap erover. Doe niet van je weet niks. Nee? Maak je school af, jongens. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Wie is Alides Hidding? Alides Hidding. Rob van Someren. Doe dan gewoon iets van Rob en dan... Nirvana. Ja, bro. Ja, oh, Warschau. Warschau, dat is... Oh, is dat van Polen, ja. Ja, nou, ik heb niks. Gast. Jullie zijn weer bij huilen. Nee, maar Enzo had wel 1 keer 4, hè? Dus hij heeft jullie de score wel... Ja, zeggen, weet je, als ik het zelf maar weet. Jij zegt het, omdat je bang dat hij anders zo ermee stopt. In de lucht heb je met de sterren... Sterrenstelsel. Pluto. De grote pan, de stilpan. Die acteur die met 26 zijn vriendinnen weer uitgooit. Oh, fuck. Ja. Wie is dat ook weer? Van de Titanic. Oh ja. Leonardo DiCaprio. Ja. Die man die de Twin Towers gebombardeerd heeft. Bin Laden. Ja, de hele naam. Oh, samen Bin Laden. En dit is een verzekeringsmaatschappij. Univé. Eva Abraham bellen. Achmea, Centraal Beheer. Nationale Nederland. Oh. Zo, teer een goede ronde. Maar het was wel een goede ronde. Ja, netjes. Ik denk snel voor mijn gevoel, maar zij denkt nog 100 keer sneller. Dat is niet normaal. Ja, ja, wat noemde je op met sterrenstelsel, de stilpan, beertje? Oh, ja, kleine pan. Dit is wel een hele kleine beer. Je moet van alles schreeuwen die opkomt. En toen zij dat riep ik kleine beer en dat was hem volgens mij. Auto, Nicky Romero heeft hem, het merk. McLaren. Ja, een spelletje waarin je misdaden moet oplossen, bordspel. Credo. Ja, een spel met een net en dan sla je ballen. Volleybal. Beeld uit. Oh, sorry. Volleybal, badminton. Oké, hele rijkste man van Nederland, TV-maker. TV-maker. Drommel. Heel goed. Oh, rijk. Dat was het. Ja, ik bedoel, maar volley telt dan niet. Nee. Want ik deed dit. Ja, maar dit ding aan de vlag hij ze deed. Oh, ik moet even mijn handen. Oké, 3 dan. Oké, gaan we weer. Kom op. Focus. De hoofdstad van Rusland. Moskou? Ja, als het heel glad is op de weg, wat heb je dan? Ja. Dit is de hoofdstad van... nee, dit is het niet. Je rijdt er langs als je naar het noorden gaat. Je hebt daar een Starbucks en... ik ben er naar het noorden. Nee, ik kan. Als... Ja, jij weet dat. Ja. Grootstad. Nee. Maar in Nederland? Ja. Dat is 1400 vestigingen. Dat is wel echt een ziek meidending inderdaad. Daarom vond ik het zo grappig. Ja, daar werkte die ene knappe man bij de pomp. Ja, je hebt als je bij mij vraagt wat het adres van de Starbucks en Amersfoort is, kan ik je antwoord geven, maar ik weet niet. Noorden. Nee, ik moest lachen. Ik vond hem goed hoor. Starbucks. Komt ie. Ja. Wat Marvin en ik hebben voor elkaar. Liefde. Ja. Je hebt, als hij enthousiast is, dan gaat ze muts omhoog. In België. Ik heb ook klop. Ja. Oh, je hebt, als je notities hebt, dan kan je dat ook op de muur ophangen. Schoolbord. En geen notitiebordjes, maar heb je van die punaise die erop doet. Oh, een ringbord. Juist. En je hebt, waar mama woont in Vlissingen, die woont aan de... Kust. Ja, en dan heb je Huppelzeeus kust. Nee, die voorkust. Oh ja. Oh, dat is Zuid-Afrika. Olifantentanden had je dan moeten zeggen. Bord? Bord is niet goed. Ja, ja. Wat is bord in Zuid-Afrika? Jij hebt bord gezegd. Ja, 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 ja. Ik wil wel streng maar rechtvaardig. Een streng rechtvaardig. Ik had 2 goed. Prikbord. Maar ik zei, je bord hang je op de muur en je hebt punaise. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Zo, dames en heren. Ik heb een ontzettend leuke dag gehad. Echt. Ik heb zo genoten van de gezelligheid van de mensen om me heen. Don, Joelle, Milan, Elisabeth. Natuurlijk Myron. Kan niet ontbreken. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Superleuke spelletjes gedaan. Heel erg veel gelachen. En ook precies wat ik eventjes nodig had. Want de afgelopen tijd zat ik niet elke dag even lekker in mijn vel als een goede dag. Ik heb een super leuke dag gehad met Milan toen we Mario en Luigi waren.
En toen heb ik echt zeg maar een soort van ouderwets echt helemaal stuk gelegen, grapjes gemaakt, lekker lopen klooien. Dus dat was echt top. Dus daar heb ik enorm van genoten. Maar ik heb ook wel eens dagen gehad dat ik me gewoon wat minder voelde. En dat heeft een aantal redenen. En toen kreeg ik in één keer een berichtje van iemand. En ik had het helemaal niet verwacht, maar echt super, super lief. En dit berichtje had ik eigenlijk echt even nodig vandaag. Want ik had echt even een momentje dat ik dacht van... Damn, wat vervelend om te zien. Ik bedoel, haatreacties die bestaan en je kan niet iedereen tevreden houden. Je kan niet iedereen elke dag vermaken op een manier precies zoals zij dat willen zien. Ik bedoel, ik film mijn leven, er gebeurt wat er gebeurt. Ik verzin vaak dingen om te doen, maar de laatste tijd even ietsjes minder, omdat ik er gewoon even doorheen zat. En dus deed dit berichtje mij echt heel veel goed. Namelijk, hey Enzo, een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Ik hoop dat alles goed gaat. Ik zag je video van vandaag voorbij komen. Het was dus een vlog die online was gekomen. En dat je last hebt van je rug. Super vervelend natuurlijk. Al helemaal als je daardoor dingen niet kan doen. Ik zag ook veel kritiek voorbij komen, wat mij oprecht verbaasde. Geen idee of je het zelf hebt gezien. Lijkt net alsof het door een AI is gedaan, omdat de comments zo erg op elkaar lijken. Hoe dan ook moet je er niets van aantrekken. Iedereen kan even een minder moment hebben, zoals iets aan je rug. Hopelijk is dat snel voorbij en kan je weer veel dingen doen. Dus had ik erbij gezet van dit maakt mijn dag al helemaal omdat ik het niet zag aankomen. En toen had ik nog even een berichtje geplaatst en ik deelde het eventjes omdat ja, de laatste tijd zijn er gewoon wat minder leuke reacties op de vlog dan normaal. En natuurlijk doet me dat wat, dus vandaar dat ik even wat naar buiten ging brengen op mijn Instagram. Waarop ik antwoordde, ik heb inderdaad wat zware dagen gehad door enorme pijn aan mijn rug en een flinke inkakker van de megadrukte van verhuizen. Er komt meer bij kijken dan je soms denkt. De hele dag door mensen over de vloer in je eigen huis. Afspraak na afspraak, de webshop die nog steeds niet online staat, nieuwe editor zoeken voor de vlog en zo heb ik nog een hele lijst te gaan. Het werd me de afgelopen week even te veel, waardoor ik het wat rustiger aan heb gedaan. Als je daardoor de vlog eventjes niet meer wil kijken, is dat prima. Ik doe zoals altijd mijn best. Ik ga niet stoppen met dagelijks vloggen, geen paniek. Ik vind vanzelf mijn hype wel weer en mijn energie. Gelukkig heb ik de liefste vriendin die elke dag super vrolijk is en gemotiveerd. Dat helpt mij enorm. Bedankt voor iedereen die me steunt, ook als ik even wat mindere vlogs maak. En zo voelt het ook, dat ik eventjes wat mindere vlogs maak. Maar wat ik zeg, ik zit gewoon eventjes de laatste tijd niet lekker in mijn vel. Ik ben wat laag in de energie, omdat ik gewoon zo ongelooflijk veel op mijn hooivork heb genomen. Misschien was het wel eventjes te veel. Ik weet ook dat er wel eens wat mensen hebben gezegd van neem dan heel eventjes pauze. Doe even een week of twee weken niet vloggen. Maar dat is niet hoe ik in elkaar zit. Ik vind mijn weg vanzelf wel weer. Alleen het is niet dat als ik een week of twee weken niet ga vloggen dat het dan verholpen is. Dat weet ik ook van mezelf. Dus ik blijf gewoon doorgaan. Alleen ja, ik kan niet elke dag 10 jaar lang achter elkaar een vlog van een uur online gooien waar alleen maar grappen worden gemaakt, waar alleen maar gelachen wordt. Zo werkt dat gewoon niet. En nu heb ik een beetje het idee dat mensen dat van me verwachten, maar dat kan ik gewoon niet leveren. Dat bestaat gewoon niet. En daarna had ik ook nog even een poster uitgeknald waarin ik zei, en de liefste broer die je kan wensen, waar ik gisteren een hilarische vlog mee heb opgenomen. Lekker gek doen samen zoals we altijd deden. En dat vind ik ook superleuk. Nu Milan en ik bij elkaar wonen, ga je vaak ons samen zien, veel content van ons samen zien. En dat vind ik ook super mooi om te doen en dat wordt ook heel erg gewaardeerd, dus dankjewel daarvoor. En toen nog eventjes het volgende. Toen was er namelijk een reactie die tot mijn verbazing echt heel veel werd geliked. Waardoor die bovenaan stond ook onder de vlog. En die zei, mensen, als jullie in de Discord groep zitten, kunnen jullie zien dat deze gameverslaafde al vanaf 2 uur aan het gamen is. Dat is ook de reden waardoor de vlog vandaag te laat kwam en de vlogs minder leuk zijn. Verwacht maar niet een betere vlog de aankomende dagen voor Koningsdag. Lekker bezig Enzo, sluit jezelf wel op in die bunker. Nou, bla bla bla. Er was niet heel veel positiefs aan dat bericht. Maar ik kan jullie vertellen dat ik dus al sinds vanmiddag niet meer op mijn computer zit. En ik heb vandaag in totaal 2 uurtjes een spelletje gespeeld op mijn computer. Ook al waren dat er 6, so what? Als ik 6 uur lang een spelletje wil spelen op mijn computer, speel ik 6 uur lang een spelletje. Maar om eventjes het verhaal correct te hebben. Ik heb 2 uur lang een spelletje gespeeld op de computer vandaag. De andere 3 uur die ik ongeveer op de computer heb gezeten was alleen maar shitwerk. En met shitwerk bedoel ik dingen regelen, heel veel koppelingen maken, facturen betalen om de administratie op orde te krijgen. Gewoon mailtjes beantwoorden. Ga zo maar door. Een hele lijst die ik nog moest afwerken. Dus 3 uurtjes werken, 2 uurtjes gamen op Koningsdag. Prima. Er zijn veel mensen vrij, maar elke dag gaat het bij mij door. Prima. We gaan gewoon doen wat we moeten doen. Toen kwam er visite. En vanaf dat moment hebben jullie dat ook allemaal gezien in de vlog. Gingen we spelletjes spelen, noem alles maar op. Maar mijn computer staat gewoon nog aan. En dat spelletje, dat staat ook gewoon nog aan. Kijk,
boom, het spelletje staat hier aan. Het spelletje heeft dus de hele dag op mijn computer, of de rest van de dag, het is nu 12 uur 's avonds, aangestaan. Ik heb inderdaad een Discord groep en iedereen kan dan zien Enzo Knol speelt puntje, puntje, puntje. Dat betekent niet dat ik daadwerkelijk achter de computer zit dat te spelen. Dit spelletje, er wordt niet gespeeld. Ik ben geen eens in de studio. Maar omdat het spelletje aanstaat en omdat het gekoppeld is aan mijn Discord, ja, dacht diegene dus dat ik de hele dag aan het gamen was. Dus er worden ook wat dingetjes naar buiten gegooid die gewoon niet waar zijn. Als je gaat kijken naar hoeveel uur ik normaal gesproken game, toen ik volgens sommige mensen nog leuke vlogs maakte, geloof me, ik gamede veel meer eerst dan dat ik nu doe. De afgelopen 4-5 weken heb ik echt amper een game aangeraakt. Dus ik game veel en veel minder dan wat ik eerst deed. Dus dat heeft helemaal niks mee te maken. Dat staat er helemaal los van. Dat staat los van hoe ik me voel, los van de vlogs. Maar goed, ik kan veel reacties erbij halen en die ontkrachten door te zeggen dat het niet waar is en wat dan wel de waarheid is. Ik zal daar verder niet op ingaan. Heeft ook geen nut. Maar in ieder geval, ik wil wel heel erg graag zeggen tegen jullie dat ik het super lief vind dat sommige van jullie je zorgen maken om mij. Maar het gaat prima met mij. Ik heb soms een beetje een wat mindere dag. Maar los van dat doe ik nog steeds mijn best. Ga ik nog steeds naar de afspraken waar ik naartoe moet gaan. Ik heb afgelopen dagen wel eens wat dingetjes afgezegd en gewoon eventjes een uurtje of twee uurtjes langer in bed gelegen. Even een half uur in bad liggen. Gewoon even chillen, even niks aan mijn hoofd. Gewoon even in de stoel liggen en gewoon even niks. Ik heb een massage genomen. Heerlijk. Gewoon eventjes rust. En dat helpt me heel erg en dan kom ik vanzelf weer in het ritme van de hyper Enzo en in mijn energie en de leuke vlogs maken. Komt helemaal goed. Ik heb heel erg veel moeite altijd om het kort te houden, dus waarschijnlijk is dit ook een heel erg lang verhaal geworden. Sorry daarvoor, maar ja, zoals ik altijd zeg, bedankt voor het kijken. Bedankt voor jullie begrip. Bedankt voor de support. We gaan naar de 10 jaar YouTube. Dat is niet niks. 10 jaar lang YouTube. Vanaf mijn 20ste tot mijn 30ste. 10 jaar lang. Holy shit. En ik ben echt nog niet van plan om te stoppen. Ik heb er nog steeds super veel plezier in. Ik ben mijn passie ook niet verloren. Want anders dan had ik ook echt niet meer de camera opgepakt. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Als ik er klaar mee ben, dan ben ik er ook gewoon klaar mee. En dan laat ik het jullie weten. Maar dat is niet het geval. Er zit nog veel in mij. Dat ga ik jullie laten zien. Bedankt voor het kijken. Check jullie heel graag morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.